Oosterhout is op dit moment een plek die in overgang is van een particulier bewoond huis waar de dichter Jellema woonde met Klaas Noordhuis, waar Klaas Noordhuis met mij woonde. Een huis wat we langzaam hebben geopend voor meer publiek. Bij de dichter was het heel erg afgesloten, dat hij natuurlijk moest dichten en zich moest concentreren. En Klaas, die natuurlijk hier een prachtige parktuin had aangelegd. Ik zit nu eigenlijk in een groot huis met 13 kamers. Dus wat ik gedaan heb, ik heb me teruggetrokken in één kamer, dus deze kamer. En dan is de rest vrij voor van alles en nog wat. Het gaat niet om, per se om de bewoners, het gaat om het huis wat zeg maar een mogelijkheid geeft voor verhalen en voor gebruik. En het doorgeven van de cultuur van het Hoge Land. Nou, een instrument is er om bespeeld te worden. Nou, neem een mooie viool. Die moet goed onderhouden worden, dat is wat ik dan doe. Maar de muzici die kunnen daar zich aanmelden. Het is dus niet zo dat iedereen er maar op mag spelen. Daar is het eigenlijk te kostbaar voor. Dus er zijn een paar condities. En in eerste instantie bepaal ik dat nu gewoon om de hele vorm te schetsen. Maar mijn bedoeling is wel dat er curatoren komen die dat ook kunnen doen, zodat het niet van mij afhankelijk is. Huis als instrument kan je ook goed zien. Ik heb deze oude boekenkast helemaal roze geschilderd. Dat is voor een van de kunstenaars die volgend jaar artist in residence worden. Dat is Tinkerbell, Katinka Simons. Die komt een half jaar hier wonen en werken. Haar favoriete kleur is roze. Dat is de enige kleur die niet gekoppeld wordt aan oorlog en geweld. Volgens haar. En ik dacht van, weet je, ik schilder die kast roze zodat ik haar eigenlijk de hele tijd op kan roepen. Ook al is ze er niet. En dat is iets flexibels. En een jaar daarna kan ik het een andere kleur schilderen. Toen ik er kwam was Jellema net overleden. En hier hadden we de spreekkamer. Hij was de tuinontwerper. En met klanten zaten we altijd in deze hoekkamer. En die heb ik nu zo ingericht, een beetje een soort hommage voor Klaas. Dus ik heb zijn boekjes hier en een foto van hem. En een beeld van uil, dat kleefde altijd aan hem. Hij was gek op plantenjagersverhalen, dus heeft hij veel boeken van. Komen zo in zijn bibliotheek, waar nog veel meer staat. Ik ben nu 2 jaar bezig met deze plek. Toen ik bedacht dat ik blijf hier, kreeg ik eigenlijk meteen te horen van een paar mensen. Oh, als je dat doet, gaan we jou helpen. Dus dat was heel fijn. De praktijk is toch wel dat het een behoorlijke kluif is. Dat hoor ik ook van veel mensen in de regio die ook zeg maar zo'n plek redactioneel beheren en behouden. Het is natuurlijk een rijksmonument, dus dat is al een heel deel wat je moet doen. Dan zit er een parktuin bij die ook op orde moet en eigenlijk ook gerenoveerd moet. We zijn dit jaar genomineerd voor de Culturele Stimuleringsprijs. Dat was een hele verrassing. Dat stimuleert, omdat je denkt, we worden gezien, je krijgt even wat extra aandacht. Oosterhout is eigenlijk een plek die een heleboel mensen niet kennen. Terwijl iedereen die er komt is dan verrast. Dus er mag best wel meer bekendheid komen. Zodat meer mensen kunnen genieten van deze plek. Ja, we staan hier in de tuin rondom het huis. En, het is eigenlijk een tuin met verschillende stijlen. En die zijn allemaal gebaseerd op de stijlen in het huis. Dus in de voortuin is een grote baroktuin met veel kniphagen. En hier zitten we in een landschappelijk deel. Het is natuurlijk een geweldige plek en je moet er ook niet aan denken dat je ooit weg zou moeten, maar ik zie dan toch die stichting Oosterhout hebben we het maar genoemd, toch als een kans dat het bewaard kan worden, ook op een manier dat het cultureel blijft en dat het niet in particuliere handen gewoon maar een van de mooiere huizen van de streek is. Dus ja, we hebben een soort ruim doel waardoor het eigenlijk in de toekomst door kan blijven gaan. En dat zie ik toch wel als een mooie kans.